Aloha, hoe is het met jullie? De portaal 66. Hoe ging dat gisteren? En de nieuwe maan die aankomt in tweelingen, dus het is links en rechts. Kijken voor de oversteek. Ja, nog steeds deze week, de tweede week van juni. Laat me weten hoe het met jullie gaat. Ben je veel aan het dromen? Doe je de waterrituelen waar we het verleden week over hadden? Bidden, mediteren en vooral goed eten, want het is heel belangrijk. We gaan het nog heel snel over de portaal van gisteren hebben, de portaal 66. Heel belangrijk dat je geïnformeerd wordt of al bent. Ik wil je toch echt vragen als je naar mij kijkt, als jij je niet lekker voelt of hoge energie niet geaard kan blijven, zoek informatie op internet. Weet je wel, de dagenergie, de transities, zijn de planeten veranderd, hoe staan de standen? Want dat informeert je en dan kun je misschien een andere keuze maken. Want we zitten in de Mercurius retrograde. Dus heel veel dingen vanuit het verleden komen nog een keer terug, net als een boomerang. En soms moet je het gewoon voorbij laten gaan. Niet vangen, vooral exen, oude kennissen, mensen die je al had gelaten voor wat het was. Mits je gelijk had, hè? Dan weet je, als je goed zat. He, dan laat het ook even, want misschien is het hun les nog even die wat met jou te maken heeft. Ik ga er gewoon van baba. Dus let op. Informeer jezelf, zodat je niet opnieuw in een scheisse terechtkomt. Laat me het maar gewoon zo zeggen op z'n Rotterdams. He. Zomaar een saus. Doe maar niet. Oké, nou. De energie 66 is gewoon een veel diepere energie die ook jou veel dieper in je onderbewustzijn heeft geraakt. En het is ook eigenlijk de derde oogchakra, nummer 6. Dus dat betekent dat die portaal jou iets wil laten zien wat jou tegenhoudt. Een negatieve gedachte. Soms hebben we dat ene gedachte voor heel je leven en dat moet eruit. Of de patronen, het negatief of kortzichtig denken of niet positief over jezelf denken. Daar is die portaal vooral voor geweest. Zodat je dan meer leven. Want het leven is veel te mooi om zo vanuit jouw wereld naar de wereld, naar de aarde, naar de wereld te kijken. Of naar jouw situatie. Dus het is allemaal bedoeld, als je daar last van hebt gehad, is om dat te kunnen transmuteren, de energie. Zodat je dat ene gedachte verwijdert. En dat ene manieren, denkpatroon. En dat je beter voor jezelf gaat zorgen. Want Moeder Maria is hier. En gisteren ging het over vergeving. Bevrijd jezelf. Jezelf. Ik blijf het zeggen. Oh ja, Mercurius retrograde. We gaan gewoon door. Hè? Achterstevoren. Ja, de energie is wel iets doordringender. Dus je kan er niet omheen. Niemand wordt kwijtgescholden. De koningshuizen niet. De sheiks. Nobody. Miljonairs. Arme mensen. Iedereen is hiermee bezig. Want de planeten doet dat voor de hele wereld. Ja? Echt, informeer jezelf, want je kan er niet meer omheen. Het gaat erom, hè, die derde oog heb ik ook hier ergens opgeschreven, is om te herinneren wat eigenlijk, wanneer het ook mis was gegaan. Ik heb nog van het weekend zo'n mooi gesprek gehad, dat je gewoon iets 20 jaar geleden hebt meegemaakt soms, en dat het gewoon nog steeds in je systeem blijft, want ik ben gepest. En dat is zo erg, als volwassen persoon heb je daar nog soms zoveel last van. Dus mensen die zijn gepest, of vooral soms gebeurt het nog als volwassen op je werk, op kantoor gebeurt dat heel vaak. Ga kijken, vergeef diegene, want mensen die dat doen, die zijn, dat zeg ik, het is onwetendheid. En onwetende mensen zijn de gevaarlijkste mensen, die pijnigen ons, maar ze bedoelen het soms niet zo. Dus vergeef die mensen, ze weten soms ook niet beter. Jij weet nu beter, dus bevrijd jezelf. Dan komt er ook veel meer ruimte voor creatie, hè? Voor creativiteit, voor rust, voor vrede en vooral voor harmonie en heel veel geluk. Ja, ik heb het verteld. Nou, vandaag. De zon is nog in tweelingen, de maan is nog steeds in stier. Dus gegrond blijven, lekker eten. Weet je, al sinds gisteren voelde je al een beetje. Dus je bent heel erg gefocust op de doelen. Ja, want dat doen de sterren en de planeten met je. Hou die focus aan. Hou de focus aan, want dinsdag en woensdag gaat de zon, de maan bedoel ik, naar de tweelingen. En dat is dan netwerken en socializen. Dus als je vandaag een focus hebt, je weet wie je moet hebben, wat niet. Dinsdag kun je mensen opbellen en erover
praten, want het is dan de tweelingen. En dan even socializen, netwerken, van twee kanten bekijken. Niet vergeten die portaal en dan van twee kanten bekijken. En zoek iemand op of spreek af om daarover te kletsen, om over te hebben. Want iedereen is geïnformeerd op verschillende vormen, dus misschien kun je ook iets nieuws op je bord krijgen en veel makkelijker je doelen bereiken. Yes, dat is dan dinsdag, woensdag, donderdag, zo'n eclipse. Nieuwe maan in de tweeling. Het is vandaag ook al voelbaar. Ja. In tweelingen. Dus die zonsverduistering waar we net al over hadden. Samen met die portaal. Nieuwe maan. Die zonsverduistering is echt voor dat ene negatieve denkpatroon gedachte. En daarom begint het al vandaag. Of eigenlijk gisteren door die 6-6 portaal. Het is echt, hè, daarom ook in de tweelingen. Ik vind het zo leuk om alle kanten te zien. Ik blijf het zeggen als jij het of de ander. Ik zie ook je eigen aandeel om te healen. Om jezelf ook te vergeven. Want God vergeeft niemand die zichzelf niet heeft vergeven. Maar daarom voelt het raar. Dan ga je God om vergevenis vragen, bichten. Maar jij vergeef jezelf niet. En dan is het nog steeds heel raar, leeg, gek. Gefrustreerde gevoel. Herken je wat ik zeg? Verdrietig vooral. Dus ga een patroon doorbreken en dat allemaal in de nieuwe maan is fantastisch, toch? Nieuw begin. Neem de tijd deze week, deze paar dagen, want de nieuwe maan-energie is altijd 3 dagen ervoor en 3 dagen daarna. Schrijf dingen op wat je zou willen oplossen. Denk in mogelijkheden en weet dat het je gaat halen, dat alles tijdelijk is. Ja, alleen maar het is aan jou, want de tijd bestaat niet echt. Het is aan jou hoe lang je erover doet om daaraan te gaan werken. Dus als je er 20 jaar over doet om langzaam psycholoog te gaan, dan kun je wel tegen mij zeggen, nou, ik heb er 20 jaar, het heeft 20 jaar geduurd voor. Nee, jij hebt er 20 jaar over gedaan. Ja, heel duidelijk wil ik het voor je maken, want het leven is veel te mooi. Ga wat aan doen, nogmaals. Ja, weet wel dat de energie super pittig is, dat voel je al. Die energie is pittig. Vrijdag, zaterdag, daar gaat de maan naar de kreef, de mars naar de leeuw. Oké. Thuis blijven, liefde, gezinnetje, op zoek naar familie, spreek af. Ik wens een mooi weer voor jullie allemaal. Maar de Mars in Leeuw is ook nog heel leuk. Het is eigenlijk een goede energie, want het helpt je passie te vinden of te zoeken. Of dat wordt geboren in jou. Van, joh, ik heb nog geen passie of ik moet meer aan mijn passie werken. Dat gaat dus ook allemaal gebeuren. Prachtig, hè? Nou, die nieuwe maan en alles. Dan zie je maar hoe leuk het is. Het voelt wel echt. Maar het is allemaal voor een good days. Oké? Mars in Leeuw, dus is een goede energie en het opent je hart als je passie, met je passie bezig bent of op zoek. Of al, met mensen erover hebben, krijgen we twinkels in je ogen. Dus dat gaat de Mars in Leeuw voor ons doen. En zondag, de maan is nog steeds in de Leeuw. Ja, nog steeds in de. Dus soul music, een beetje sola, poko's, muziek, schuren, slijden, glijden met elkaar, heerlijk. En misschien lekker de deur uit, weet je wel. Mensen zoeken en lekker kletsen en knuffelen en heerlijk, want ik voel die energie al. Dus zondag wordt het lekker rustig. Organiseer iets, misschien vrienden, barbecuen. Hebben we mooi weer? I don't know, want ik kijk naar de sterren, niet naar het weer. Dus dan weten jullie, dan kun je dat plannen. Dus weet dat je door de 6-6 portaal met je derde oog, het wordt voor je verschoond, gezuiverd en zelf doe je er ook heel veel aan. Dus het leven verandert steeds meer. Jij transformeert steeds meer. Je weet ook beter met jezelf om te gaan en de ander. En vergeet moeder Maria niet. Zorg voor jezelf. Nou, vandaag gaan we naar de beschermengelen. Beschermengelen. De tarot van de beschermengelen. Ze zijn zo cute, zo schattig. Dus we gaan om bescherming vragen. Want soms zien we er niet door links en rechts te kijken. Kunnen we nog heel veel twijfelen. Dus ik dacht, we gaan hiervoor. Tarot, let's go. Beschermengelen. Maandag, dinsdag. 10 van gedachten, dat zeg ik. Die focus. Ga ik zo allemaal oplezen. Woensdag, donderdag zijn de 2 samen. Oh ja, kijk, zie. Mooi. Dat is dan de nieuwe maan. Prachtig. En dan gaan we naar het weekend. Oh, kijk eens. Ga ze oplezen. De onderste kaart. Kijk eens omgekeerd. 8 van emotie. Je voelt een diepe verlangen naar iets van betekenis in je leven. In je hart weet je wel dat er meer is in de wereld. Toontjes of zo. Het kan tijd zijn.
van loopbaan veranderen, te verhuizen of een andere grote verandering in gang te zetten. Doe wat juist is voor jou en ga op zoek naar een nieuw leven met een nieuw maan zonder het ene negatieve gedachte of patroon. Oké, 10 voor gedachten. Kijk, uit de raam kijken, jezelf gek maken, piekeren, druk maken, los niks op, heeft niks gekocht, heeft niemand teruggebracht. Ja, kun je het oplossen? Druk maken. Heeft toch geen zin? Kun je het niet oplossen? Druk maken heeft ook geen zin. Heb ik echt van een monnik geleerd. En dat is echt mijn motto hier in het leven. Kijk, 10 voor gedachten. Kijk, je daar zou staan. Nadenken. Een lastige situatie is ten einde gekomen. En je kunt een zucht van verlichting slaken. Nu de moeilijke tijden achter je liggen, kun je weer vooruit kijken. Het is belangrijk om dit kruispunt om op dit kruispunt alles los te laten. Iemand in je leven kan nu eindelijk vrij zijn van zijn of haar verslaving of wederzijds afhankelijkheid. De Mercurius retrograde. Denk eraan, dus 10 voor gedachten. Denk 10 keer, slinger 10 keer en laat los. Ook die ene. Ook die ene persoon die altijd dat wat voor je doet. Want heel vaak is het niet waar. Jij denkt slecht over dingen en dan denken we dat we slechte reputatie over de anderen moeten geven en informeren. Nee. Het overkwam jou, omdat jullie allebei misschien, het kan vrienden, familie, pijnlichamen hebben. En dan doe je elkaar pijn en dan mag je het lekker gaan oplossen met elkaar. Deal. Nou, woensdag, donderdag. Kijk eens, innerlijke kracht. Kijk, dat is een kat in plaats van de leeuw. Ja, kijk, daar is de poets, mijn oma Ali. Kijk, daar staan we daarop. En nummer 16, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nummer 11. We beginnen met het innerlijke kracht. Ik moet eigenlijk nog dit laten zien. Zie je de beschermengelen hier zo? Daar sta je dan je wens te doen. Met een nieuwe maan. Innerlijke kracht. Je bezit grote moed en zachtheid. Misschien besef je niet hoe sterk en krachtig je bent. Maar er is geen probleem dat jij niet kunt oplossen. Zie je druk? Lust toch niks op. De compassie die je anderen zo gul schenkt, moet je ook jezelf schenken. Blijf standvastig als het antwoord juist, als het juiste antwoord op iemands vraag nee is. Nee is nee, nee is mooi, nee is op. Dan kan je weer opnieuw beginnen. De tweede, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Kijk eens. De hemel geeft je een teken dat het tijd is om een nieuwe weg in te slaan. Vaak is dit omdat je niet gelukkig bent en een doel mist in je leven. Dit is een signaal om veranderingen door te voeren die passen bij je diepste verlangen en je spirituele waarheden. Links, rechts, steek over, seek the truth. Ja, niet meer liegen, sabotage, niet doen, het staat je niet. Ja, weekend, as van overvloed, een nieuw begin in overvloed, een idee, overvloed kan ook centje zijn of gevoel, voor, ik weet je vooral gevoel, ruimte om te creëren en daarmee kun je je centjes binnenhalen. Deze cherubijn brengt geweldig nieuws, een buitenkans, allerlei hulpmiddelen komen naar je toe om je te helpen met je plannen. Deze hulpmiddelen kun je geld inhouden of advies of hulp van dingen om dingen gedaan te krijgen. Dit is nu een goed moment om een nieuw avontuur te starten, van baan te veranderen of voor jezelf te beginnen. Het is mogelijk dat je belangrijke contracten moet tekenen. Ja, naar de nieuwe maand. Heb je je wens uitgesproken? Je gaat socialiseren, erover praten en dan begint het opnieuw. En dat doe je met een positief gedachte, zonder aan anderen te denken of om anderen heen kijken. Weet je, niks is nieuws hier in het leven, klopt. Niks wat wij brengen, ik of jij of een ander of wat, niets is nieuw. Alleen maar doet het op jouw manier. Alles wat ik vertel of een ander vertelt of boeken die zijn geschreven, zijn al 100 keer verteld. Ja, alleen maar mensen zijn verschillend. En dan hebben we dan verschillende verhalen nodig, zodat ze geraakt worden. Dus heb je een talent, ik blijf het zeggen, kom naar buiten. Mensen willen jouw verhaal horen. Hoe jij het vertelt vooral. Ja, hoe jij het vertelt. Gaan we naar de love. Naar de love. Single. Verliefd. Ik hoor al dat de relaties twee kaarten moeten kijken. We krijgen. Ja, het gaat goed met mijn keuris retrograde. Ik hoop dat jullie net zo doof, stom, blind alles mij nog steeds begrijpen. Dat we nog steeds op één lijn blijven zitten. Op die 166 frequentieportaal. Dus dan de relatie. Die advies nodig hebben. Zo. En die anderen die onderweg samen zijn en voor elkaar hebben gekozen. Oh, zo lief. Het is een verhaal. De onderste kaart zegt,
Wensen komen uit, mits je een kaars aansteekt. Nogmaals, ik zeg altijd, de vlam die daar brandt, moet ook in mij en in mijn huis branden. Stik het aan en doe je ritueel elke dag. Ik maak geen grap met mijn kaarsen, zoals jullie weten. Jullie zien me overal met kaarsen aan. Oké, de single. Balans. Kijk, in het Spaans, Engels en Frans. Dus het kan niet zo zijn dat je me niet verstaat of je niet hebt begrepen of me niet hebt gehoord. Single. Je moet balans vinden in de situatie waar je in bent. Ik hoor run, Forrest. Wegwezen waar jij bent. Jij moet daar niet zijn, single. Ik hoor het gewoon. Het kan ook werk zijn. Het kan ook gewoon vriendschap zijn. Het kan ook familie zijn, groepen. Want dat zie ik, dat je daar bent en je denkt, nee. Je komt pas in balans als je op jezelf blijft. Dat je jezelf kan vinden. Me, myself en I. Luister even naar Beyoncé. Als jij te ver buiten jezelf gaat of je bent met mensen, verdwaal je. Dat had ik heel vaak vroeger. Ik verdwaalde om de mensen. Dat ik mezelf kwijtraakte. En dat voel ik nu hier bij de singles. Omdat je zoveel gebeurt. Omdat je zo onderweg bent. Je hebt zo hard aan jezelf gewerkt. Neem afstand van bepaalde mensen. Het zijn ook echt vrienden, hoor ik. Die brengen je uit balans. Vooral weegschalen ga ik dan vooral waarschuwen. Weegschalen, op deze periode moet jullie je terugtrekken. Want ik zie ook de weegschaal, dus dan ga ik voor de weegschaal. Heb je een weegschaal in je maan, in je ascendant of in je Venus? Trek je terug om in balans te komen. Want het is te veel weekendweeg omdat iedereen van slag is. En je zit in een tweelingseizoen. Jij kan daar heel gevoelig van worden. En dat duurt alleen maar nog langer om keuzes te maken. Het is voor de weegschaal en voor jullie. Singles, oké? 2 in 1. Verliefde mensen komen het hier omgekeerd veel diep. En dat is dan je gedachte. Wat zeg ik? Die ene mooie gedachte, verliefde mensen. Je verdient liefde, je bent liefde op het moment dat je weet dat je al liefde bent. Ga voelen. Roep de engelen op. Raphaël, Joviel, Gamuel. Ga ze vragen om je te helpen voelen dat je al liefde bent. Moeder Maria als je moeder bent. Ja, ga voelen. Je bent al liefde, dus dan loop je niet rond denkend van, nee, je moet positief denken en dan trek je liefde aan. Ik blijf het zeggen, ben je van Manna's World, moet jij never ever op zoek zijn. Jij moet alleen maar healen en daarna word je opgehaald. Ik geloof dat de persoon, hij of zij, is daar en jij die naar Manna kijkt, is bezig met de healing en zodra jij liefdespan uit hebt of je hebt geheeld, nieuwe aarde, je ego opzij hebt gezet en dat je begrijpt dat je liefde bent, bam, dan komt het. Dan zie je er zo uit, net als een diamant, want dat is mijn meditatie altijd. Ik visualiseer altijd dat ik een diamant ben en al die schitteringen gaan door al het negatieve. Al het negatieve, dan maak ik echt zo'n vorm van woem, woem, diamonds en dan kan aan, schitteren. En dan denk ik wat positief in mijn lichaam. Dan komt er ook een positieve energie. Dan voel ik me ook geaard. En dan kijk ik ook anders. Doe mee. Ja? Laat het ene negatieve gedachte over hem, haar of over jezelf. Of over die bij hem of haar is. Hoor ik ook nog in mijn hoofd. Oké, stelletjes waar het niet goed gaat. Ik zie een separation. Desnoods, ik zie ook een separatie in huis. Dat eentje op de bank slaapt, of eentje in de slaapkamer. Eentje is 2 dagen niet geweest, of eentje is bij de moeder of de vader. Die is even weg, teruggekomen. Hotel hoor ik ook, boot hoor ik ook. Daar waar jullie samen iets hebben waar je kan scheiden, is eentje daar naartoe gegaan om bij te komen. Om emotioneel, want ik voel veel emotionele pijnen. Ik voel veel woorden. En dat breekt je hart. Het is een waarschuwingskaart. Ik ga niet meer waarschuwen over mensen die niet meer bij elkaar horen en die het forceren zijn. Jullie hebben me zelfs gezien bij ik durf bijna niet te vragen, dat stukje Marco Bosato en Leontien, daar lijkt het een beetje op. Veel mensen doen het voor de wereld. Je moet je voorstellen dat heel RTL 4 of RTL Boulevard niet meer daarover kan hebben. Dat is een hele shock. Ken je dat? Net als de, was het Bold and the Beautiful? Is het dan Greg, hoe heet die nou? Is het die 2 stelletjes die altijd samenkwamen, is het die... Mijn god, ik ben die naam vergeten, want ik kijk niet naar. Maar in ieder geval, mensen kunnen daarvan teleurgesteld raken als zo'n grote publiek, net als Beyoncé en Jay-Z, uit elkaar gaan denken. Mensen, oh, dan kan het bij mij ook. Het is allemaal niet waar. Ze zijn mensen, ze poepen, ze plassen, ze hebben emoties. Alleen maar, dat is hun werk. Ja, voor de camera staan en een leuk liedje zingen. Niet afgeleid van laken van dit, want dat krijg ik echt door. Er is iets kapot. Accepteer het. En gedraag je. Want anders gaan we elkaar pijn doen. Zie je, het is niet meer één.
Net als dan bij je. Het is niet meer één hart. Nee. Ieder is hier. Ik zie het ook echt. Is aan jou. Kijk maar hoe lang je nog dit wil volhouden. Voor de andere mensen die het samen met elkaar doen, dat zeg ik. Eentje is emotioneel aan het ontwaken, retrograde, aan het nadenken. En de ander denkt, we zijn samen. Het komt goed. Jouw hart wordt steeds groter. Je bent steeds meer aan het healen. Maar eentje moet even bijkomen. Misschien een overlijdenis. Misschien therapie. Misschien net in het begin van de healing. Lichamelijke dingen. Ziekenhuis hoor ik. Hè, gezondheid. En de ander die staat vast. Van maakt niet uit. Door het licht en het donker. Wij hebben een contract. Dat hebben we ook vanuit de sterren meegenomen. Er is altijd zo. Twee stappen naar voren, eentje terug. De ene keer ben jij bezig met de healing en de volgende keer ik. Hoe prachtig, en dan valt het altijd op zijn plek. Hoe prachtig, zolang we wederzijds begrip hebben voor elkaar en ruimte geven, zodat de ander bij kan komen en samen even mooi met je kan reizen, dat we samen op één frequentie kunnen blijven. Ik vind het prachtig. Ja, gebruik deze week voor het innerlijke kracht. Weet dat overvloed hier boven ons is. Als je maar goed voor jezelf zorgt en het ene gedachte of hem of haar loslaat. Heerlijk voelen. Heerlijk. Als je alleen maar aan jezelf moet denken. Weet je hoe lekker? Denk alleen maar aan jezelf. Let alleen maar op jezelf. En pluis alleen maar jezelf uit, joh. Het draait om jou. Oké? Kusje.